In deel 4 van de Indigo Disc DLC gaan we battelen tegen Lacey. Voor deze tweede Elite Four member moeten we eerst een quiz doen. En daarna moeten we battelen tegen haar Fairy-type Pokémon. En ik denk dat ik daar wel een redelijk team voor bij elkaar heb gezocht. Het is tijd om naar Lacey te gaan. Om de tweede Elite Four member te battelen. En dit is het team wat ik daarvoor mee ga nemen. Lacey heeft natuurlijk Fairy-types, dus ik moet Steel-types en Poison-types meenemen. Dus we hebben hier Alolan Muk. We hebben de shiny Lucario die je via een event op dit moment kan krijgen. Ik heb een Beldum gevonden en die getraind tot... Oh, Metagross. Wow, yes, gekke vorm had je opeens, man. Hier hebben we mijn boy Scissor. Die moet het ook gaan doen. We hebben hier natuurlijk shiny Fortress, onze gouden megabal. Ja, en je denkt waarschijnlijk, wat doet Dragonite daar? Dragonite's Terra-type is steel. Dus die wil ik in gaan zetten als Terra-form. Ik bedoel, het is altijd leuk om een risico te nemen. Laat even in de comments weten wie uit dit team jij het vetste vindt. Oh, en doe gelijk even een duimpje omhoog. En vergeet sowieso niet te abonneren voor heel veel Nintendo video's. Oké, Lacey is hier op de Coastal Plaza. Sorry, we doen geen Alolan Only meer. Of hoe deze regio ook heet, Only. De Elite Four is geen kattenpis. We moeten met haar praten om de Elite Four Challenge te starten. We moeten 50 BP'tjes geven. Is goed, man. Hier heb je mijn BP. Mevrouw Lacey! Hallo, daar zijn we weer. Ja, wij kennen elkaar al natuurlijk. We moeten eerst een trial gaan doen voor haar. Zo te zien is dat gewoon in het bos of zo. Dankjewel dat je naar de Coastal Plaza bent gekomen om me uit te dagen. Sorry dat ik heb geprotesteerd om je toe te laten tot BB League Rikachu. Ja, ik heb gewoon de regels gevolgd. En ik wilde eigenlijk niet dat jij met alle drama van onze club te maken kreeg. Maar de trial is al begonnen, dus laten we lol hebben. Het is een Pokémon quiz. 5 vragen. En als we ze correct kunnen antwoorden, dan... Oké, dan slagen we. Oké, is goed, is goed. Let's go, ik ben ready, Lacey. Wat wil je van me weten? Oh, ja, dit is een Pikachu. Daar hoeven we niet heel veel kennis voor te hebben. Oké, Pikachu gaat helpen met de quiz. Pikachu is een electric type, maar in welk deel van zijn lichaam slaat hij zijn energie op? Ja, ik dacht dat het dus in zijn wangen was, die rode bolletjes. Ja, toch? Oké. Maar je hebt Fairy-type Pokémon. Waarom moet ik een quiz doen over Pikachu? Oké, nou, de volgende vraag. Die gaat over Venonat. Oef. Vraag nummer 2. Venonat kan een deel van zijn lichaam gebruiken als radar. Dan moeten die voelsprieten op zijn hoofd zijn. Hier, want het is niet voor niks een antenne. Oh, dat is fout! Een groot deel van Venonat's lichaam... Zijn zijn ogen? Zijn zijn ogen, hè? Ja, het zijn zijn ogen. Oké, weer wat geleerd. Nou, dankjewel, Lacey. Ik ben blij dat ik niet gelijk af ben. Oh my gosh, oké, vraag nummer 3. Die gaat over Synesty. Synesties vinden het leuk om te leven in antieke theekopjes. Maar er zijn veel neppers. Welke van deze antiek vorm Synesty is een echt kopje? Oh, laat me kijken, hoor. Laat me kijken, waar zit het verschil in? 2 hebben hier zo een scheur. Deze heeft ook een scheur. Waarin zijn ze dan anders? Oh, nee. En blijf eens even stilzitten. Staat er niet aan de onderkant altijd een merkje van theekopjes? Kijk, die twee hebben geen merkje aan de onderkant. Misschien is het... En deze? Als die middelste nou nog even een rondje draait... Die had volgens mij wel een merkje aan de onderkant. Ga zo'n rondje draaien, middelste. Kijk, daar gaat hij. Ja, kijk. Zie je dat? Ik denk dat dit de echte is. Ja, ja, zie je wel. Dat is net als met echte kopjes. Dan staat er onder altijd wat geschreven waar het vandaan komt. Oh, hoppa. Lekker. Oké, vraag nummer 4. Oeh, Minior. Komt in heel veel verschillende kleuren. We moeten heel goed naar deze Minior kijken. Oh, oké. We moeten de roze denk ik aanwijzen. Oké, blijven volgen, blijven volgen. Hij is nu rechts. Nog steeds rechts. Ja, dat is deze. Toch? Ja, lekker. Oké. Dit spelletje spelen ze altijd in Barcelona. Dan moet je niet intrappen. Dan doen ze eerst als ze heel slecht zijn. Dan ineens zijn ze heel goed als je heel veel geld inzet. Deze gasten belazeren je altijd. Oeh, Granbull. Oké. Die hoorde het woord roze. En die besloot even te komen kijken. Dit is een van Lacey's Pokémon. Granbull is stil. En een hele leuke, lief Pokémon. Maar als ik even een tukje doe samen met Granbull. Welk deel van zijn lichaam gebruik ik dan als een kussen? In eerste instantie zou ik zeggen zijn buik. Zijn kaak kan ik ook nog kiezen. Zijn hoofd, zijn oren, zijn benen. Weet je, ik zou zeggen zijn buik, maar ik ga nu voor zijn oren. Oké, dat was fout. Lacey geeft een hint. Ze zegt, ik ben niet een type die een kussen zoekt voor onder haar hoofd. Is het de buik? Toch de buik. Nou, oké. Het was het meest makkelijke antwoord. Ik denk, nou, dat ligt zo voor de hand. Dat zal hem vast niet zijn, maar dat is hem wel. Dit is het einde van de quiz.
Oh, en nu moeten we gaan battelen. De trial is gefixt. Die gevechten zijn wel echt oprecht moeilijk. Ik hoop dat het gaat lukken. Daar gaan we. Oké, laten we maar klaar gaan staan, zegt Lacy. Ja, ik begin met Fortress. En mijn tweede Pokémon die ik er gelijk bijpak is Metagross. Dus ik hoop dat dat de goede keuze is. Ze stelt zich nog even voor. Ze zegt, ik ben Lacy van de Elite Four. Ik had niet verwacht dat jij een challenge zou zijn, Rikachu. Je hoort bij een andere school. Dus ja, ik ben nog steeds een beetje in schok. Maar mijn persoonlijke gevoelens laat ik niet in de weg staan van deze battle. Ik gebruik voor het meest Fairy-type Pokémon. Ja, maar jij hebt vast ook weer een paar Pokémon die geen Fairy-type zijn, hè? Oh, Lacy zegt ook gelijk. Oh, die zijn slecht tegen Poison en Steel. Je geeft me gewoon even gelijk een hint. Oeh, dit muziekje. Oh, lekker, lekker, lekker. Daar gaan we, Lacy. Lacy zegt, je gaat zien hoe schattig Fairy-type Pokémon zijn. Ze doet het speltje even goed in de haar. En daar gaan we. Let's go! 2-2. Granbull en Whimsicott. Shiny Fortress. En Metagross. Okay, wat ik als eerst ga doen, is Toxic Spikes neerleggen. En iedere Pokémon die dan de battle in komt, die wordt vergiftigd. En ik ga voor Meteor Mash op Whimsicott, denk ik. Ik denk namelijk dat Whimsicott een beetje een ondersteunende Pokémon is die heel vervelend gaat doen. Ze zijn beter beschermd tegen Special Moves. Ik gebruik weinig Special Moves, dus dat komt goed uit. Ik gebruik vooral Physical Moves. Oké, Lacy, wat ga je doen? Wat ga je doen met Granbull? Granbull gaat voor Fire Punch. Oh my god, Fortress is al bijna kapot. Gelukkig heeft hij wel Sturdy, dus die kan er tegen. Maar die gaat niet nog een aanval overleven, ben ik bang. Dat we maar moeten proberen om Whimsicott in ieder geval uit te schakelen. Die doet Moonblast, maar die mist mijn Fortress. Dan is in ieder geval Whimsicott down. Ik denk dat Granbull nu ook voor Fortress zal gaan. Tenzij die ervan uitging dat Whimsicott wel ging raken. We hebben er één verslagen. Granbull gaat voor Fire Punch. Oké, mijn Fortress is down. Dat is wel een Pokémon die het hoogste level is tot nu toe van mijn team. En dan kies ik er nu voor om Muk eruit te sturen. Oh, oké. Zij gaan voor Slowbro. Slowbro is trouwens ook niet gepoisoned nu. Slowbro heeft Quick Draw. Die mag eerder. Die gaat voor Flamethrower. Oké. Ze hebben heel veel vuuraanvallen. Dat is heel vervelend. Ik ga voor Gunshot op Granbull. Oh, die slopen. Dit is zo lekker. Want dan kan Granbull ook niet meer aanvallen. Dat is heel nice. Woe! Lekker. En dan Meteor Mash. Ah, die mist Slowbro. Dat is zo jammer. Dan nu. Primarina. Ja, we gaan voor Primarina sowieso. Die is alleen niet weak tegen Steel-type moves. Maar wel tegen de moves van... Muk, daar gaat Shadowball, daar gaat Metagross. Come on, Muk. Muk is in ieder geval wel sneller dan die Slowbro. Dat is lekker. Oh, Primarina is in één keer down. Lekker. Oké, wat gaat Slowbro dan doen? Slowbro gaat voor Flamethrower. Dat zou mijn Muk moeten kunnen overleven. Dat is top. Ik heb nog Scissor, Lucario... En Dragonite. Bij alle drie is eigenlijk wel die vuuraanval een probleem. Bij Scissor is het dubbel probleem. In eerste instantie is het geen probleem voor Dragonite. Dus laten we Dragonite gooien. Dan ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Want Fairy Moves zijn natuurlijk wel super effectief. Tegen mijn Dragonite, ik ben bang. Ik ga eerst voor een Dragon Rush. Dus even kijken wat dat kan doen. Niet genoeg. Helemaal niet genoeg tegen Slowbro. Dit was geen goede keus. Wat gaat Alcremie doen? Die gaat de attack van Slowbro boosten. En de special attack. Oké, we moeten nu heel snel Slowbro slopen. Oh nee. Mijn Muk mist. Oh, nu hebben we een probleem. Omdat mijn Muk mist, gaat mijn Dragonite heel hard kapot. Oh, nee. Muk, wat doe je? Je hebt heel mijn plannetje in de war geschopt. Oké, Scissor moet sneller zijn. Scissor heeft namelijk een Dark-type move. We moeten hem nu echt kapot gaan maken. Dan maar met Dark-type moves. Slowbro moet eraan. Let's go, Night Slash. Oh, dit is echt niet genoeg. En hij heeft een Berry. Deze Slowbro is het probleem. Wat doet Alcremie? Oké, die doet iets wat niet zo heel erg boeiend is. Come on, Muk. Come on, Muk. Nee, weer niet genoeg. Ja, en dan Flamethrower. En dan is Scissor ook kapot. Die ene misser van Muk, hè? Die doet het hem. Ja, dan hebben we nog Lucario. Oké, kom op, Lucario. Ice Punch. Weer niet genoeg? Wat is er met die Slowbro? Die Slowbro is helemaal lijp. Oké, Muk, alsjeblieft. Maak het af. Wegwezen nou met die Slowbro. Jeetje. Slowbro is intens. Oké, dan nu Excadrill. Die kunnen we pakken. Maar die gaan waarschijnlijk terrestrializen. Ja, die heeft ground-type moves. Dat wordt echt heel vervelend. Oké, die moeten we gaan uitschakelen. Ik ga er vol voor om die freaking Excadrill uit te schakelen. Die gaat waarschijnlijk naar een fairy-type terrestrializen. Dat moet haast wel, toch? Het is het gokje wat ik neem. Ja, kijk, die wordt een fairy-type. Oké. Want anders had ik hem niet geraakt. Nou hoop ik dat mijn Lucario gewoon sneller is, hè. Lucario is toch een van de snelste Pokémon die er bestaat, jongens. Steel-type Lucario. De ground-type moves... gaan echt een probleem worden. Oeh. High horsepower. Hij is gewoon sneller. Eerlijk, die had ik nooit verwacht. Meteor Mash. Moet hem in één keer kapot maken nu. En dat doet het. Yes. Oké, we kunnen dit nog winnen. We kunnen dit nog winnen, jongens.
Excelbros in één keer kapot. Woe, lekker Lucario. El Creamy heeft gefaald. Ja, ik ben sneller. Dit moet toch gaan lukken. Oeh, mijn special attack is hoger dan mijn attack. Ja, dan gaan we voor Flash Cannon. Flash Cannon heeft een 100% accuracy. Dit moet lukken. Dit moet lukken. Shiny Lucario. Let's go. El Creamy leeft nog, maar dit overleven we wel. Oké. Je hebt nog een itempie. Oh, maar die is niet genoeg. Leftovers is niet genoeg om jou te redden. Van de ondergang. Flash Cannon nummer 2. Op je bakkes. El Creamy, alsjeblieft. Woehoe. Zonder items is dit gelukt. De tactiek heeft gewerkt. De Galarian Slowbro was het grootste probleem. Maar ook dat hebben we gelukkig overwonnen. Als Muk niet had gemist, dan had het denk ik niet zo spannend geweest. Dan had het sneller gegaan. Yes! Lacey zegt, ik haat het om te verliezen. Maar ik vind het wel leuk om zulke cute, schattige Pokémon te zien. Rickachu, heb je het gezien? Heb je al onze Pokémon zien battelen? Ze zijn zo schattig. Zal ik haar een compliment geven? Jij bent de schattigste, Lacey. Lacey zegt, nope, fout. We hebben het niet over mij. We praten over mijn Pokémon. Wow, oh, sorry hoor. Ik wil alleen jou even een compliment geven. Maar mijn Pokémon waren ook schattig, zegt Lacey. Misschien moeten we onze Pokémon even verzamelen en een schattige foto maken. Jee! Nou, een heel leuk fotootje hoor. Ja, een hele leuke foto, Lacey. Mooie telefoon ook trouwens. We krijgen nog een cadeautje van Lacey. Dat is de TM227 Alluring Voice. Kijk die Venno net ook staan en die Grimble. Lacey zegt, je bent super sterk. En je wordt zo serieus in battles, Rickachu. Ik dacht dat we het alleen over de Pokémon zouden hebben. Niet over mij. Nou, doe je het zelf ook hè, Lacey. Ik ben benieuwd hoe ver jij komt. Als je alle sterke trainers in onze school weet te verslaan. Ik ga zeker even op je letten. Dankjewel, Lacey. Dankjewel ook voor deze nieuwe trial. Hoef, dit ging... Ja, het ging ietsje makkelijker als de vorige. Maar hij was nog steeds lastig. In de vorige moest ik nog items gebruiken. Dat heb ik nu gelukkig niet gedaan. En daar is het weten weer. Die zeggen, yo, kampioentje. Dus je hebt nu 2 Elite Four members verslagen. Je gaat lekker. Bij Lacey draait alles om schattigheid. En dat houdt er tegen om haar Pokémon nog sterker te maken. Ze vindt haar team zo leuk. Om ze te trainen voelt niet eens als werk voor haar. Het is vast het hetzelfde voor jou. Je werkt zo hard. Niet zoals een bepaald iemand die alleen maar tegen iedereen loopt te schreeuwen dat ze Pokémon sterker moeten maken. Weet je, Lacey is echt super aardig tegen iedereen, behalve tegen mij. Maar hoe zou dat nou komen? Omdat je zo'n coole jas hebt. Hey! Yo, daar is Kieran. Die zegt, het lijkt erop dat alles goed gaat met de BB League, hè? Ja, het gaat best wel lekker, eigenlijk. Kieran zegt, ik raakte een beetje bezorgd. Het zou zo teleurstellend zijn als Rickertje zwakker had geworden. Maar je lijkt nog steeds zo sterk als altijd, gelukkig. Ga zo door. Niet verliezen, Rickachu. Als je niet eens tot mij weet te komen, dan kan ik je niet laten zien hoe sterk ik ben geworden. Kieran, die heeft er echt zin in die battle. Hoppakee. De volgende Elite Four member in de pocket. Gefixt. Oeh, mijn team heeft wel echt een klap gehad hoor. Moet je eens zien, joh. Die hebben wel even een beetje healing verdiend. Wacht even, zien jullie wat ik zie hier op die heuvel? Wat? Gewoon even een random shiny order zelfs. Ik heb soms zoveel geluk met die shinies. Ja, ik denk dat die mooi in een nestbal past. Maar geen idee of die daarin wil gaan. Let's go, Oddish. Kom maar. Let's go. Ja. Ik loop gewoon 3 meter verder. En er staat er opeens een glimmende Oddish op mij te wachten. Wat een beauty. We gaan op avontuur. Kijk hoe lief die meehuppelt. Jongens, ik weet niet wat er gebeurt. Maar ik loop de hoek om. En daar vind ik een paar gouden eieren. Wat? Hoe dan? Binnen een paar minuten. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt hoor, jongens. Ik snap er niks van. Maar ik vind het top op deze manier, hoor. Wauw. Let's go, gouden eieren. Wauw. We moeten nog naar 2 Elite Four members. Hier hebben we Drayton met Dragon-type Pokémon. En hier hebben we Amaris. Oh, met Steel-type Pokémon. Laat in de reacties weten waar we nu naartoe moeten. En welk team ik daarvoor mee moet nemen. Want je hebt toch echt wel een bepaald teampie nodig. Je moet hem echt samenstellen. Anders ga je deze challenges niet halen. Laat het weten. Doe een duimpje omhoog. Abonneer. En dan zie ik je bij de volgende. Mazzel.